ex-BTW. Ga naar brother.nl/zakelijk of naar acesdirect.nl. Brother, at your side. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Goedenavond bij 1 op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd en natuurlijk met de betrokkenen zelf. Vanavond staan we met de bus op het woonwagenkamp aan de Viaductweg in Den Haag. De woonwagenbewoners zijn woest op de gemeente. Zo woest dat ze niet instaan voor de gevolgen als de gemeente zijn plannen doorzet. Wat is er aan de hand? De gemeente wil in het gebied waar het kamp ligt betaald parkeren gaan invoeren. Net als in de rest van het centrum en de randen daaromheen. Vanaf maandag zal de eerste 2 weken worden gewaarschuwd en daarna krijgt iedereen die niet betaalt een boete. De woonwagenbewoners vinden het de reinste oplichterij. In hun ogen hebben ze het recht hun auto's naast hun woonwagen te parkeren. Maar dat kan niet meer omdat de grond van het kampeerterrein te zacht is geworden. Ze voelen zich dubbel gepakt. De grond is door de gemeente niet goed verstevigd. En nu moeten ze ook nog eens betalen voor parkeerplekken die ze eigenlijk al hadden. U kunt meepraten op 0800 1121. Mailen kan naar 1opstraat@ntr.nl of tweet naar hashtag 1 op straat. Ik sta hier met Rietje en met Ria. We staan hier op de hoek van de ingang van jullie kampeerterrein. Of eigenlijk woonwagenpark. Ja, dat mag je zeggen. Wij zeggen meestal het centrum. Woonwagencentrum. Het woonwagencentrum. Maar hoe noemen jullie jezelf eigenlijk? Kampers, woonwagenbewoners, zigeuners? Nee, wij zijn gewoon hetzelfde als alle mensen die hier in de stad wonen. Hagenezen? Wij zijn gewoon Hagenaars. En wat zien we hier om ons heen? Om maar eens te beginnen hier met een volgekladderd graffiti-viaduct. En wat zien we nog meer? Nou, we zien hier, je ziet het zelf al. Je ziet hier de borden staan, dat je hier een half uur mag parkeren. Je ziet hier een fijne parkeermeter staan. We zijn omringd door de trein. Hiernaast, daar zitten allemaal, ja, wat zijn het? Je zei net, er wonen hier illegalen. We hebben een zalencentrum. Het stikt hier van de overlast. Polenhotel. Een zalencentrum wat doorsnee op een avond tussen de 2000 en 3000 mensen. Ken die daar ontvangen. Nou, dat hebben we nog een keer. Hebben we hier een beetje illegale. Zitten daar op de hoek. Kijk, dat kan u daar zien. Dan hebben we daar verderop een Poolshotel. Daar hebben we ook meerdere malen last van. Achter hebben we de wagens, hebben we allemaal bedrijfsruimtes. Daar worden we gek van de hele dag. Het vrachtwagenverkeer. En dan komt de politie, die zwaait even in een blauwe bak. Die is ook nieuwsgierig. En goed, we gaan even naar die parkeercel, hè? Want we zien hier dus eigen terrein staat er, toegang verboden. En daaronder staat, in rode letters, park, etmek. Jassatweer. Ja? Wat betekent dat? Zou ik niet weten. Zou je niet weten. Dan zien we hier dat je maar 5 km/u mag rijden. En er staat een grote parkeerzaal. En zoals jullie al zeiden, een ingewikkeld bord. Maar je mag je maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 24 uur betalen. En dinsdag, donderdag en zondag van 6 tot 's nachts. En je mag maximaal 30 minuten staan. Wij lopen langzaamaan naar de bus toe, want die staat hier op jullie centrum. We zien hier allemaal prachtige woonwagens. Zijn deze nog te vervoeren, te verplaatsen of is het een beetje permanent? Nee, dit is gewoon permanent. Deze wagens zijn niet meer te vervoeren. En heb je eigenlijk zelf een auto? Ik heb een klein autootje, ja. En kan jij straks die auto gewoon voor de deur zetten? Ja, ik heb mijn auto wel voor de deur staan. Ik heb mijn eigen uitrit van de opgeheven parkeerplaatsen die we voorheen hadden. Maar de uitritten zijn nog steeds van kracht. Dus daar maandag komt de gemeente, die komen hier allemaal kruisen maken. Dat het uitritten zijn, dat er daar niet geparkeerd mag worden. Kijk, je kan het hier ook zien. Ja, maar hier staan toch helemaal, dit is een uitrit met een stenen muur ervoor. Daar kan geen auto overheen. Dat ken ik nou niet meer. Maar dat heeft Stadion toen zo allemaal voor die mensen gemaakt. Want die mensen hebben daar weer de ijzeren bint allemaal lopen. Ja, die ijzeren bint, hè, dat is een dingetje. Want vertel eens even aan de luisteraars, hoe zit dat met die ijzeren binten? En waarom vinden jullie nou eigenlijk oplichterij? Nou, u moet het goed ik zal het goed duidelijk maken. Niet dat we weer verkeerd overkomen bij de mensen die in de stad wonen. Wij staan hier nu al, ik sta hier al 50 jaar. De laatste 20 jaar, na de eerste verbouwing, ben we hier komen staan. Toen kregen we onze voorzieningen. Kregen we gas, elektriciteit, wat we voorheen nood hebben gehad. Waar ook inclusief 2 parkeerplaatsen bij was. Daar betalen wij al voor. Mensen uit de stad hebben voor 20 jaar geleden nooit geen parkeergeld betaald. Dat hebben wij wel. Maar staat er dan, Ria en Rietje, op jullie huurovereenkomst, staat daar ook gewoon parkeergeld? Alles staat erop. Het staat zelfs in het kadaster dat wij dat hebben. En de ombudsman die vindt eigenlijk ook dat jullie gelijk hebben, toch? Wat heeft hij geadviseerd? Dat de gemeente gewoon af moet zien van hier betaald parkeren. Omdat de weg hier al heel erg smal is. Nou, u ziet net zelf, er is een groot feest aan de gang. Hoeveel auto's er al gestopt hebben om hier het kamp op te willen. Maar u ziet het zelf, dit is voor onze eigen mensen. Nou, het staat vol. Ja, het staat onder andere ook vol hier met een, nou noem je dat, een aanhangwagen met lege band. En daar liggen een stuk of 40 karkassen op van een fiets. Wordt daar ook niet op gehandhaafd? Balen jullie er trouwens ook niet zelf van dat dit er staat? Daar zelf ook van en dat wordt ook gehandhaafd. Dat wordt ook gehandhaafd. Is dit nou een openbare weg of niet? Want jullie hebben dat bord er misschien wel zelf opgetimmerd. Iedereen, nee. En het is gekoppeld aan de bestemmingsplan. De bestemmingsplan die geldt alleen voor woonwagenbewoners. En niet voor het gebeuren wat er omheen is. Want dit is een doodlopende weg in principe. Je hebt daar een uitgang dat is gecreëerd voor de brandweer en voor de politie en de ziekenauto. Dus en verder is het jullie straat? Het is geen straat, het is een verblijfstraat. Voor de bewoners die hier wonen. En verder is voor niemand, want er zijn geen kantoren, geen winkels. Dus niemand anders heb je iets te zoeken. Dus het is jullie een raadsel hoe er hier eigenlijk van openbare weg kan worden gesproken? Nee, dat maakt de gemeente ervan. De gemeenten die zijn ons aan het judassen. En dat zijn ze al van 1995 aan het doen. Want eerst moest ons dak eraf, toen moesten die muurtjes weg. Hebben de mensen al die muurtjes afgebroken, is verder ook, er was later geen probleem. De ene is wel vergunning uitgeven en de andere niet. Dat is allemaal judassen wat ze hebben gedaan. En wij betalen alles netjes. En er wordt hier geen sociale dienst uitgekeerd. Want ik durf te zweren op alles wat me lief is. Iedereen die hier staat, die werkt netjes. En daar heb hij die vissen gecreëerd. En er wordt hier niks misdadigs gedaan. Alles doet netjes zijn best hier zo. En daarom word ik zo kwaad. Kinderen zitten allemaal op school. Ik heb 2 dochters, ze zijn allebei docent. Rietje en mijn zoon, die hebben een hele grote fabriek. En al de kinderen doen hier de best. Ze zitten bij de banken, ze zitten bij de verpleging. Dus waar al die verhalen vandaan komen is gewoon nonsens. Goed, we gaan er zo verder over praten in de bus. Kom de bus in. Ons prachtige gele bus, die staat hier namelijk ook. En ondertussen is onze verslaggever Sam Jones vanmiddag hier in Den Haag gaan polsen wat de buurt ervan vindt. Het is hier om de hoek bij de woonwagenbewoners. Allemaal betaald parkeren. En ik zie ook dat iedereen keurig een parkeerbonnetje in de auto heeft zitten. Er is ook. Ik ben benieuwd wat de mensen hiervan vinden dat er binnenkort ook bij de woonwagenbewoners alles betaald parkeren is. Nou ja, als wij moeten betalen, moeten zij ook betalen, vind ik. Ja. Gelijke monniken, gelijke kappen. Vind ik wel. Ligt eraan, woonwagens vind ik apart, want hun hebben eigen terrein. Maar de gemeente zegt van ja, we hebben die weg aangelegd en we onderhouden hem ook. Ja, maar dan gaat het nu alleen om een weg. Als je meerdere punten bekijkt, wat gemeentelijke belasting en weet ik veel wat alles, dan is het voor campers anders. Ze hebben eigen terrein, meneer. Ik ga hier even een cafeetje in. Goedemiddag. De gemeente gaat hier betaald parkeren invoeren voor de campers. Wat vindt u ervan? We betalen elke keer wat. Ze betalen nooit wat, dus ik vind best. Doen ze dat anders niet dan? Nou, wat betalen ze dan wel? Ze betalen de huur van de woning? Ja, ik ook. Dus ik vind best. Maar het is hun eigen terrein, zeggen ze zelf. Ja, ik heb ook eigen huis. Je moet ook betaald parkeren hebben. Dus wat is het verschil dan? U vindt van recht voor één, recht voor allen? Iedereen. Maar ja, ze hebben al jarenlang afspraak met de gemeente. Dus ze betalen voor de huur, voor een stukje grond. Ja, maar ik betaal hypotheek voor mijn eigen huis en ik moet ook betaald parkeren betalen. Tegen als ik een boodschap wil doen, moet ik ook betaald parkeren betalen. Dus waarom hun wel en ik niet? Wat vindt u ervan eigenlijk? Betalen, we moeten allemaal. Ja, ik moet ook belastingen alles betalen. Dus hun ook op dat moment helemaal. Ja, dat doen ze natuurlijk ook wel. Ja. Dat wel natuurlijk, maar... Sorry, ja. Je betaalt belasting voor andere mensen, dus hun mag ook betalen. Wat heb je hun meer dan ik, zou ik zo zeggen. 2 auto's? Misschien weer 3. Ja, en die van mij net betaald. Meer zeg ik niet. Even hier aanbellen en vragen wat de mensen er hiervan vinden dat de kampers straks ook moeten betalen voor het parkeren. Ja, ik vind het goed. Beter. Maar ik kan geen parkeer vinden, want voor mijn vrouw nu. Maar als het wordt met geld, dan kan ik overal parkeren. Maar iedere dag heb ik problemen hier. Als u betaalt, moet iedereen betalen? Ja, precies. Nou, Rein, jij zit ook in de bus. Je hoort het. De mensen in de buurt die vinden gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, eigenlijk hebben ze gelijk. Ze hebben wel gelijk erin. Want alleen het enige is, ze weten natuurlijk niks over ons. En dat is natuurlijk jammer. Ik begrijp dat hun zo reageren dat iedereen moet betalen. Is ook zo. Maar er zijn natuurlijk andere dingen aan de hand hier bij ons. Wij hebben een vak, die huren wij. En daar zitten 2 parkeervakken bij. En dus daar betalen we voor. En dat staat gewoon allemaal bewezen, dus dat is niet zomaar met de mond. En dit wordt gewoon netjes betaald allemaal. Maar nu zie ik nergens naast de woonwagen, zie ik nergens een auto staan. Nee, maar dat wil ik ook even uitleggen. Wat is er dan gebeurd? Jaren geleden is er een verzakking geweest op het woonwagencentrum, wat heel slecht gebouwd is. De wagens die wegen meer dan 30, 40 ton. En die worden eigenlijk op een zandbak neergezet. Hè? Daar hoef je niet voor geschoold te zijn dat zo'n wagen hoort eigenlijk op heipalen te staan. Dat zijn ze vergeten. Dus wat is er toen gebeurd? Toen is er na die jaren discussie. Toen hebben ze daar rijplaten onder gelegd. En daar hebben ze ijzeren binten onder gelegd. En die ijzeren binten gingen ze opkrikken naast de wagen. Dus, wat gebeurde er toen? Toen kwamen die ijzeren binten langs de woonwagen te staan, langs het huis, zeg maar. En daar stootte je benen tegenaan. Toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, dan kunnen we dat oplossen eventueel. Met een verhoging over die ijzeren binten heen. En wat is er toen gebeurd? Toen is die parkeervakken die bij ons naast de woonwagen zongen, die zijn eigenlijk daardoor weggenomen. Maar wij hadden daar geen probleem mee. Want jullie zijn toch spekkoper ook? Want iedereen heeft een prachtige tuin ervan gemaakt. Tuurlijk. En een terras. Ja, dus we hebben dus mooie terras voor. Dus die parkeervakken die wij gewoon voor de wagen hadden, dat is gewoon onze parkeervakken dan geworden. Want het is natuurlijk door de fout van de gemeente. Stadion heeft dat toen gebouwd. Dus toen een bouwkundige is daar een beetje mee gezoemeld eigenlijk. Omdat ze eigenlijk officieel, als ze het goed willen doen, had iedere woonwagen eraf gemoeten. En daar had heipalen op gemoeten. Maar dat kent u wel begrijpen, dat kapitalen had gekost. Hè? Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben eigenlijk met een kleine vergoeding, zo kun je het eigenlijk zien, hebben ze een beetje dat provisorisch opgelost. Dus en dan moeten we eigenlijk een soort van half afgekocht. En jullie zijn zo soepel geweest. Juist. Dat is jullie verhaal. En nu betaal je dubbel voor die parkeerplekken. Nu betalen wij, willen ze dat wij dubbel gaan betalen. Alles, wat er ook al eerder is gezegd door Riet Beumen. Wat er zo'n fout mee hebben gemaakt. Je hebt aan de overkant bij ons heb je een moskee. Helemaal geen discriminatie of zo, want we zijn zelf in de minderheid. Die mensen die trekken 1500 tot 2000 mensen iedere vrijdag. Dan heb je de opera. Dat zijn fantastische gasten, daar ga ik ook heel goed mee om. Dus helemaal niks tegen de mensen. Krijgen een vergunning van 2000-3000 mensen. Ze hebben een parkeerplaats van 40 vakjes. Dus al die mensen hebben ze zelf gecreëerd. Nou willen ze hun fout van de gemeente. Hè, want die geven een vergunning uit aan een grote operazaal. Die geven een vergunning uit aan een moskeeën. Nou komt de grootste moskee van Europa voor de bij ons achter. Die Hindustaanse mensen. Ook allemaal prima. Laat iedereen zijn eigen ding doen lekker. Maar die mensen hebben ook eigenlijk weer geen parkeerplaats. Want rond die moskeeën, er komen ook weer allemaal bedrijfspanden te staan. Dus de gemeente doet iets waar ze niet over nadenken. Dat doen ze eigenlijk de laatste jaren met alles. Dat is ook hetzelfde met de wiet. He, je mag wel wiet kopen bij een wietzaak, maar je mag het niet aanleveren. En zo is het eigenlijk een beetje met dit ook aan de gang. Dus ze geven vergunningen voor grote zalen en ze hebben er geen parkeervergunningen voor. En dan krijgen de mensen die eromheen wonen, al 50 jaar wonen we hier. We hebben nog nooit iemand tot last geweest. Mensen hebben nooit geen last van ons, wij geen last van de mensen. En nu door eigenlijk de fout van de overheid dat ze vergunning uit hebben gegeven en waar geen parkeerplekken voor zijn, moeten we nu vol gaan boeten. Maar je kan toch ook zeggen dat normaal als het ergens druk wordt met parkeren, zoals ik dat hier hoor, is er nogal een hoop parkeerdruk van dat zalencentrum en straks ook nog van die moskee. Dan ben je toch eigenlijk juist blij als er betaald parkeren wordt ingevoerd, want je regelt een vergunning en mensen hebben dan veel minder zin om in jouw straat te gaan parkeren. Nou, maar luister, maar ik praat toch Nederlands tegen u, dacht ik. Dan heb je er ook gehoord wat ik zeg, we betalen er al voor. We betalen al 20 jaar voor. Dus we betalen al 20 jaar, toen wist een ander nog niet wat een parkeermeter was, waar we spreken. Wij betalen al lang daarvoor. Dus onze parkeervakken die worden eigenlijk afgepakt en daar moeten we opnieuw weer voor gaan betalen. En daar zit de echte pijn. Niet bij die 36 euro per jaar, want dat is toch ook nou niet echt het bedrag. Dat betalen we nou al. Wij betalen al 20 jaar. Maar het gaat erom dat er wel onrecht aan gedaan wordt. Gewoon, hè. En zonder overleg ook nog? Of hebben ze het wel netjes aangekondigd? Nou ja, we zijn er natuurlijk wel mee bezig geweest. Maar de gemeente drukt dan toch door. En dan krijg je de mensen, de burgermensen. Ik neem het ze niet kwalijk, hoor. Want hun weten van niks. Dus hun zeggen, joh, waarom moeten die zigeuners niet Die denken vrijstaat. Ze spijkeren een ding op de weg. Van een rode dus ik neem ze eigenlijk helemaal niks kwalijk. Ook die mensen van net niet. En dat vind ik gewoon... Ik vind het eigenlijk nog goed dat ik dan zo denk ook. Want zo hoor je ook te denken waarom wij niet... Maar hun weten de ondergrond niet. Dat is even jammer. En dat is nog gewoon ons probleem. Dat het onterecht is wat er nou gebeurt met ons. En zijn er nou helemaal geen enkele steunbetuigingen geweest de afgelopen periode? Want jij bent op TV West geweest. Ja, steunbetuigingen te over? Ik heb heel veel steunbetuigingen gehad. Heel veel. Rietje? Ook van mensen uit de stad. En die wensen me heel veel succes. Mensen wie ik nu kon, die zijn vandaag bij mij bij de wagen geweest. En ze willen zelfs meedoen met actievoeren. Ze vinden echt, ik heb de mensen ook de papieren laten zien. Dat ik al 20 jaar, dat ik al parkeergeld betaald. Want de mensen roepen nou al in de stad, die zigeuners betalen niks. Wij betaalden al, toen wisten hun nog niet wat een parkeermeter was. En ik wou dat het nou eens een beetje luid en duidelijk bij de mensen overkwam. Ja, want het gaat ons niet voor die €36. Wij betalen net zoveel als de mensen in de stad en misschien nog wel meer. Ja, nou zegt de gemeente, bedoel, die konden wij overigens in geen vel of wegen te pakken krijgen. Hè. Dus ik moet heel even die rol pakken. Die zeggen, jongens, kom op, het is openbare weg. Ja. Wij leggen hem aan, wij zorgen voor het onderhoud. Dus nu niet zeiken. Ja. Nee, maar dat klopt. Daar heb je ook weer gelijk in. Maar ik heb u net ook wat uitgelegd. Waarom gaan ze daar dan niet op in? He? We hebben het al betaald. We betalen die vakken al. Dus waarom moeten we dat dubbel betalen? Waar is dat voor nodig? Het is gewoon koeienerij. Laten ze eerst eens de fout bij hun eigen gaan zoeken. En als ze nou zouden zeggen, oké, we hebben een fout gemaakt. Jullie krijgen die vergunning gratis. Maar het wordt hier wel betaald voor parkeren. Wij willen niks gratis. Onze kinderen komen hierheen. Wij hebben allemaal grote familie. Kinderen, wij zijn allemaal één. We zijn allemaal trouw. Tot op het kerkhof toe willen we nog graag bij elkaar leggen. Dus die kinderen komen buurt. De broertjes komen buurt. De jongens willen gaan staan. Krijgen dan eens een pateklie en bekeuring. Een half uur. Een half uurtje. Dat is ook zo'n koeienerij. Dus jullie zeggen ook, wij gaan actie voeren. Ja, en die hebben eerst netjes de ombudsman. Ik hoorde jou net nog even zeggen, we gaan ook Frank Visser van de Rijdende Rechten hier wellicht naartoe halen. Alles. Maar die gemeente komt hier aanstaande maandag handhaven. Ja. En dan? Wat gaat er dan gebeuren? Nee, ho. De gemeente gaat nog niet handhaven. Ik heb 2 weken waarschuwen. Nee. Wat gaan ze doen? Nee, ze gaan niet handhaven. Ik heb een brief van mijn advocaat gehad. Dat mevrouw Hadel van de parkeervoorzieningen contact met mij opneemt schriftelijk op half juni. Dus er wordt nog niks gehandhaafd. En daar moet er op gewacht worden. En stel dat die gemeente wel komt handhaven. Dan lopen ze hier met die mooie pakjes rond en dan pakken ze zo'n keurige machine. Gaat tegenwoordig allemaal digitaal en ze schrijven de bekeuring uit. Maar wat wilt u dan horen? Wat wil je nou van ons horen? Dat wij dan we polvers gaan trekken of messen of dat we gaan doen. Nou, jullie hebben zelf gezegd, ook in de media, van nou dat gaat toch echt niet gebeuren. Want dan komen we in actie en dat pikken onze jongeren niet. Maar burgermensen komen toch ook in actie? Die komen er toch ook voor de rij gehaakt op? Als ieder normaal mens doe je dat gewoon. We proberen het gewoon onze recht te halen. Op een correcte, nette manier. En het is gewoon... Ik vind de grote kern, dat vind ik gewoon... En dat moeten ze ook eens een keertje gewoon eerlijk inzien. Als het niet goed is, is het niet goed. Klaar. Hè? En dat stellen we met allerlei discussies in het land altijd ons leven lang. En je hebt het over Turken, Marokkanen, Zigeunen. Maar kan me niet uit. Wie fout is, die wordt opgepakt en die gaat gevangenis in. Klaar. In dit geval is de gemeente fout. Die geeft een grote vergunning uit aan een hele grote zalencomplex... waar 3000 mensen mag komen, maar geen parkeervlekken. Ze geven een moskee-vergunning. Ja, dat heb je net al gezegd. Nou goed, dus maar daar moet je dan niet overheen gaan. Want dat is de fout. Dat is de fout, want hoe kan jij iets creëren? Hoe kan jij een vliegveld gaan maken en je kan niet met de vliegtuig landen? Hoe kan je dat? Dat kan toch niet? We begrijpen volgens mij vanuit de luisteraar steeds duidelijker waar jullie pijn zit. Jullie hebben ook geen zin om een vergunning aan te gaan vragen voor €36. Nee. Mevrouw, ik hoef mij helemaal niet druk te maken. Maar het is voor mij een principe kwestie. En de gemeente zit er ook hard in, hè? Die zeggen ik heb gewoon, een invalidekaart, mevrouw. Ik heb een invalidekaart. Ja, waar moet ik mij gedrukt voor maken? Ik hoef me niet druk te maken. Maar ik kom op voor de gerechtigheid. Niet dat de mensen die in de stad wonen gaan vertellen... die zigeuners die willen niet betalen. Wij betalen al 20 jaar voor deze 2 parkeervakken. En die hebben ze ons ontnomen. En nou palen neerzetten omdat hun ze nodig... danszalen, moskees, hindoestaans, bedrijfsruimtes. Toen wij kwamen waren er 35 bedrijfsruimtes. Nu weet u hoeveel dat er nu zijn hier in de buurt? 350. Zo, het is gezegd, Rietje. Ja, en de gemeente die gaat ook gewoon ongelooflijk door. Die hebben ook nog voor ons vanmiddag laten weten, wij gaan gewoon door, want het is een openbare weg. Dus er is een soort padstelling gaande, hier in Den Haag, op de Viaductweg, waar er flink wordt geprotesteerd door de mensen hier van het Welmagencentrum tegen de invoering van het betaald parkeren. Maar laten we alsjeblieft ook eventjes deze vrijdagavond met de ondergaande zon benutten. Want jullie hoorden net al Rein. En ik heb alleen gezegd, het is Rein en hij woont ook hier. Maar Rein is ook gewoon zanger. Ja. En de Sint die zit je in het bloed. Je hebt meegedaan met het programma Bloed, Zweet en Tranen. Ja. Daar ben je ook heel ver gekomen. Je hebt een prachtige stem. En wij dachten, het is misschien ook wel heel goed om die andere kant van jullie te laten horen. Dus ik weet niet in hoeverre jouw emoties wat zijn gedaald. Nee, maar en of jij een mooi nummer voor ons zou kunnen zingen. Nog even wat zeggen. Het gaat gewoon om, de eerlijkheid moet gewoon boven water. Henny Visser is een wijkagent en die weet alles van ons. En die weet dat wij eerlijk als goud zijn. En de mensen die alles over ons praten, wie niks weten, nemen we ook echt niks kwalijk, want die weten het gewoon niet. Heb je niet een prachtig lied over gerechtigheid en rechtvaardigheid, over de liefde en zing het voor de gemeente? Want ze luisteren vast wel. Kijk, als je een mens aankijkt en je kijkt ze in de ogen aan, dan weet je eigenlijk wat ze zeggen. De ogen die verraaien eigenlijk alles. Zullen we dat dan maar gewoon doen, hè? Ja. Dat we dat er speciaal eigenlijk voor de gemeente. Geachte luisteraars van Radio 1. Beste gemeente Den Haag. Hier is Rein Mertja met zijn band. De Basselie Groep. Jouw ogen kunnen mij echt niet bedriegen. Als zei jij vaak iets anders tegen mij. Jouw woorden zeggen vaak anders dan jouw ogen. Maar jouw blik, die spreekt de waarheid tegen mij. Oh, jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij. Want jouw ogen vertellen alles tegen mij. Ja, ogen kunnen een mens haast niet bedriegen. Want ogen spreken de waarheid van je ziel. Al zeggen mensen soms meer dan 1000 woorden. Een paar ogen zeggen je soms toch heel veel meer. Oh, jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij. Tegen mij. Rein Mertja, met zijn twee neven. Jouw ogen kunnen niet liegen en bedriegen. Als je dit zo hoort en je voelt de passie ook van jullie in de bus. Je voelt het familiegevoel. Ja. En toch is er vaak nog een heel negatief imago over zigeuners. Echt zonde. Wordt dat dan ook niet versterkt doordat jullie nu weer zo fel van actief gaan? Nee. Kijk, wat ik denk zelf altijd, en dat is echt puur de waarheid. Ik ben altijd vaak erbij betrokken geweest. Het is, de overheid wil eigenlijk de woonwagencentra's weg hebben. Die willen ze in huis hebben. Dus als er maar iets in onze ogen te pesten valt, dan doen ze dat. Het is zo jammer, want de politie is vaak er wel eens bij. De criminaliteit is eigenlijk niks onder de woonwagenbewoners. Echt niets. Dat is echt jammer. Het is gewoon jammer, de buitenwereld kijkt heel anders tegen ons op. Terwijl dat het allemaal gewoon hardwerkende mensen zijn, allemaal netjes zijn. Dat is vaak heel jammer. Het is echt de waarheid. Ze weten het niet. Nog één afsluitend woord van jou. Want Ria, je hebt zelfs een advocaat in de arm genomen. Wat zegt de advocaat nou tegen jullie over jullie kansen? Daar kan ik nog weinig over zeggen. Het is allemaal een onderhandeling. En het legt ook aan de personen die er allemaal mee bezig zijn. Dus ik neem even een afwachtende houding aan. En ik wil hierbij nogmaals me onverschuldigen voor de woorden van Rietje dat het oplichters zijn. Maar daar bedoelde Rietje niet mee de gemeente of de mensen. Maar Rietje wou uitleggen, als de mensen hier oprijden en ze gaan een parkeerkaartje trekken. Ze zoeken een plekje voor de auto. Er staan nog geen kruisen op de uitritten. De mensen zetten de auto op een uitrit. Dan wordt de politie gebeld, de auto wordt weggehaald. En wie gaat dan tegen ons gelden? Degene die een kaartje getrokken heeft. Want die denkt, potverdikke me, ik heb mijn kaartje getrokken, ik word besodemieterd. En dat vond Rietje een oplichting. Dus het was niet bedoeld naar de mensen. Ja, dat is goed gezegd. Het was bedoeld naar de mensen die hier de auto neerzetten en die dan de auto hier niet meer terug kunnen vinden vanwege het wegsleepregeling op de uitritten. Nou, dan is dat bij deze rechtgezet. Nou, toch nog eventjes naar maandag toe. En dan gaan ze waarschuwen. En stel nou dat die gemeente doorzet. Hebben jullie dan nog instrumenten in handen om het tegen te kunnen houden? Of geven jullie dan gewoon de strijd op? We hebben nog een paar oude gitaren, dan slaan we ze weer op de kop heen. Of je gaat een mooi liedje zingen. Hè? En je vraagt iedereen geld en dan kunnen jullie al die boetes betalen. Ik hoop dat ze zwijgen volgens muziek. Ik hoop dat de gemeente het in gaat zien. En dat ze ons gewoon even de eerlijkheid en de rust geven. We zijn ons hele leven lang al altijd in een hokje gedouwd. Laat ze ons dat gunnen en laat ze gewoon eerlijk... En volg het advies van de ombudsman op. Ja, de ombudsman. Ja. Nou, laat ze gewoon de situatie gewoon eerlijk bekijken. En dan zeggen jongens, dat kan niet. Hè. Die mensen hadden gewoon 2 parkeervakken. Ja. Daar hebben ze voor betaald. Wij hebben een fout gemaakt met de verbouwing. Laten we het eerlijk inzien. En laten ze dat ook uitleggen netjes aan de burgermensen. Nou. Want anders krijg je daar oproei. Hoe noemen ze dat? Opruien. En dan zeggen ze, waarom moeten hun voor niks staan? Nee, dat is niet zo, lieve mensen. Wij betalen al 20 jaar. Nou, dat is wel echt in alle bewoordingen door jullie heel goed uitgedrukt. Wij zijn heel benieuwd, ook naar hoe dat de route afloopt, eventueel met de rijdende rechter, en hoe jullie het gesprek met de gemeente daadwerkelijk in goede harmonie kunnen gaan oplossen. Op een eerlijke, goede manier. Wij moeten nu helaas de uitzending uit. We willen u ongelooflijk danken voor de gastvrijheid, voor de prachtige muziek, ook van je neven. Geweldig, dankjewel Rein. En voor iedereen die nog wil luisteren, blijf ook luisteren. Want zo direct in 2 dingen is directeur Johan van den Gronden van het Wereld Natuurfonds in de uitzending. En hij heeft een prachtig boek gepresenteerd en een visie ook over de Rijksnatuurvisie. Althans, het zit precies andersom. Hij zegt daarvan, de visie die gepresenteerd is een document zonder ziel. En hij gaat dat allemaal uitleggen in 2 dingen. Maandag zijn wij. Ik wens iedereen een heel goed weekend. En dan is dit het nieuws van 20:30 met Dielke Teerstra. Dit is Radio 1. De NAVO zegt dat Russische militairen zich terugtrekken uit het grensgebied met Oekraïne. Zo'n 2/3 van alle troepen gaat terug naar zijn basis. Moskou beloofde al eerder dat dat zou gebeuren, maar tot nu toe bleven de militairen steeds op hun plek. Er komen voorlopig geen verkiezingen in Thailand. Dat heeft de premier van het land, generaal Prayut, gezegd. Volgens Prayut moet er eerst worden hervormd, onder meer op financieel gebied. Het duurt nog zeker een jaar voordat de Thai weer naar de stembus gaan. Bij een politieachtervolging op de A27... een man gewond geraakt. De man had samen met 3 anderen een juwelier overvallen in Breda. Ze gingen er vandoor over de snelweg. Daar werden ze beschoten door de politie. Raakte de man gewond aan zijn been. De 4 overvallers zijn aangehouden. En een bakker in de Amerikaanse staat Colorado mag niet langer weigeren bruidstaarten te bakken voor homoparen. Dat heeft de regionale commissie voor de mensenrechten bepaald. De christelijke bakker was 2 jaar geleden aangeklaagd door een homostel, omdat hij voor hen geen bruidstaart wilde maken. De bakker zegt dat hij zijn beleid niet gaat aanpassen. Hij blijft bij zijn standpunt totdat iemand zijn zaak sluit. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1. Max. Dan kom je tot 2 dingen. 2 things. Yo, ik heb eigenlijk maar 2 dingen. 2 dingen. Margreet Rijntjes. Goedenavond. Mijn gast van vanavond is jaloers op de manier waarop de Amerikanen omgaan met hun natuur. Hij vindt ons Nederlandse natuurbeleid eigenlijk maar hopeloos. Goedenavond, Johan van der Gronden. Goedenavond. De directeur van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds. Heeft u nog Nederlandse natuur ervaren vandaag? Ja, net. Ik kwam op de rotonde binnen op het Mediapark en daar liep een konijntje rond. En wat doet u dat? Nou, ik had mijn dochter achter in de auto zitten en die vond dat prachtig. Maar ik heb meteen uitgelegd dat er minstens zoveel dieren tegenwoordig in de stad voorkomen dan op het Nederlandse platteland. En is dat een goed teken? Nou, dat zegt iets van het Nederlands platteland. En ook iets over de stad? Nou ja, het is natuurlijk wel wonderlijk dat in Nederland vermoedelijk de situatie inmiddels zover is dat we minstens zoveel dieren en planten in de stad aantreffen dan in het landelijk gebied. En is dat een goede zaak of een slechte zaak? Nou, gaat u bij uzelf naar. Dat is toch op zijn minst een verrassing, denk ik. Mocht er mensen willen twitteren, gebruik dan hashtag 2 dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Johan van der Gronden, sinds 2006 algemeen directeur van het WNF in Nederland. U noemde de onlangs gepresenteerde Rijksvisie over de natuur een document zonder ziel. Wat mist u dan? Ik miste vooral visie en ambitie. Het is een stuk wat weliswaar streeft naar natuur midden in de samenleving. Maar een visie zou op zijn minst een stip op de horizon moeten hebben. Van waar willen we dan heen met de Nederlandse natuur? Wij staan er in de EU 27 net iets minder slecht op dan Malta of 28. Maar landen zijn inmiddels lid van de EU. Wat betekent dat, de EU 27? Nou, wij doen het na Malta het slechtst op natuurgebied. Dus onze belangrijke natuurgebieden verkeren in een matige tot slechte staat van instandhouding. En het Planbureau voor de Leefomgeving rekent dan uit met een index hoe wij ervoor staan. En zegt eigenlijk, nou, we zijn 85% van onze soortenomvang kwijt. We zijn nog maar op 15% over. Nou, dan zou ik zeggen, dat is dan zo, dat is pech. Dat hebben we dan de afgelopen eeuw gedaan. Maar laten we dan naar een verdubbeling gaan. Laten we naar 30% gaan in 2030. Zoiets, op zijn minst een visie die dat uitdraagt. En dat kan ook, omdat je grote zoogdieren met name en ook veel roofvogels weer terug ziet veren in heel Europa. Maar deze visie is nog steeds doordrenkt van het idee dat we ons verlies maar een beetje moeten temperen. En dat is goed genoeg. En als directeur van het Wereld Natuurfonds zeg ik, nou, daar kan ik geen genoegen mee nemen. Daar gaan we deze uitzending uitgebreid op doorpraten. Maar we beginnen, zoals gebruikelijk, met uw eigen nieuws. Twee dingen uit het nieuws. Ja, u wilde stilstaan bij het overlijden van de Amerikaanse schrijfster Maya Angelou. Zij heeft haar hele leven gevochten voor gelijke rechten, hè, voor blank en zwart. En bij de inauguratie van Bill Clinton heeft ze een gedicht voorgelezen. Mr. President and Mrs. Clinton. A rock, a river, a tree. Hosts to species long since departed. Marked the mastodon, the dinosaur, who left dry tokens of their sojourn here on our planet floor. Fantastische vrouw. Fantastische vrouw met een verschrikkelijke jeugd. Ze was geloof ik 7 toen ze verkracht is door de geliefde van haar gescheiden moeder. Vertelde dat aan haar broers. En die broers hebben die man doodgeknuppeld. Toen heeft ze jarenlang haar mond gehouden. Want je kijkt, een klein meisje, 7 jaar, gezwegen jarenlang, omdat ze dacht, jeetje, als ik nog iets zeg, dan gaat er meteen iets mis in de wereld. En voelde zich schuldig. En deze vrouw, tienerzwangerschap op haar 16e, denk je, nou, waar gaat dat heen? Dat wordt helemaal niks meer. Deze vrouw is uiteindelijk overleden met 50 eredoctoraten. Een fantastisch oeuvre. When the Caged Bird Sings is haar beroemdste boek, in Nederland vertaald als Wanneer gekooide vogels zingen. Zo prachtig boek. Ik heb het 20 jaar geleden gelezen, denk ik. Nou, ik was er tot tranen geroerd. Want wat was er zo mooi? Ja, het is een fantastische biografie van een jonge vrouw in het zwarte zuiden van Amerika die eigenlijk haar eigen onmogelijke lot overwint en schrijfster wordt, beroemd schrijfster wordt en zich overal doorheen vecht. En hoe heeft ze dat gedaan? Ja, met een enorme levenslust en met een enorme power. Als je die vrouw ziet ook. Je kon er ook wel zien bij Oprah Winfrey en natuurlijk in televisieshows. Ze is actrice geweest, ze is conductrice geweest op een tram. Ze heeft een nachtclub gerund, zangeres geweest. Nou, ze heeft alles en nog wat gedaan, ja. Ook wat God verboden heeft. Maar is uiteindelijk een alom bewonderde vrouw geworden met een prachtig oeuvre aan gedichten en romans. En waar ook, hè, dit gedicht kwam langs, waar de natuur in voorkomt. Ook, ja, maar het zuiden van de Verenigde Staten is natuurlijk een beetje zwanger van natuur. Het is ook een hele, zwoele omgeving. En ook heel mooi dat Bill Clinton, zelf uit Arkansas, uit het zuiden, deze vrouw gevraagd heeft. Dat is toch ja, eigenlijk zwart en blank. Een beetje voorloper, zou je kunnen zeggen, van Obama. En Obama heeft daar ook de hoogste onderscheiding gegeven in de Verenigde Staten. Nee, fantastisch mens. En wanneer heeft u haar ontdekt? Ja, het moet in mijn studententijd geweest zijn. All God's children need walking shoes, kan ik me nog herinneren. Dat is eigenlijk een regeltje uit een gospel. Maar ze brengt ook een aantal jaren door in West-Afrika, in Ghana en in Liberia. En ik heb, voordat ik bij het Wereld Natuurfonds ging werken, veel internationale banen gedaan. Zelf jarenlang in Zuid-Afrika gewoond, maar ook veel in West-Afrika gewerkt. En ik vond dat heel spannend. Een Afro-Amerikaanse vrouw die naar West-Afrika gaat, naar Ghana en Liberia, om daar een aantal jaar ook als journalist te werken. Ik vond het fantastisch. Door weer met ander nieuws uit Nederland. Een onderzoek is er geweest naar de diversiteit in de Oostvaardersplassen. Een gebied waar de natuur zijn gang mag gaan, of haar gang mag gaan, geloof ik, moet ik zeggen. Wat is er gebleken uit dat onderzoek? Nou, dat is eigenlijk een nieuwe wildernis. Ook de film De Nieuwe Wildernis is daarop gebaseerd. En Han Olf, een ecoloog, hoogleraar in Groningen, was zo verbluft door de enorme dichtheid aan grazers. Daar wordt dus niet bijgevoerd, er wordt niet bemest. En op een of andere manier loopt er een enorme hoge dichtheid aan edelherten, aan koningspaarden en ook aan runderen. En hij vroeg zich af, hoe kan dat nou dat die dichtheid in een wilde nieuwe omgeving in Nederland aan dieren hoger is dan in de intensieve veehouderij, waar we eindeloos met antibiotica in de weer zijn, met mest lopen te slepen. En zijn voorlopige antwoord lijkt, want hij heeft gewoon van die plaggen uit de Oostvaardersplassen gestoken. Die heeft hij vergeleken met Friese weilanden en met een heel oud veenweidegebied uit, ik geloof ergens langs de Vecht. En hij zegt, eigenlijk is het thuisvoordeel hier van belang. Want op een of andere manier gaan en de regenwormpjes en de bacteriën en de darmen en de beesten zich zo op elkaar instellen op die kringloop dat je een hele positieve spiraal krijgt. En dat noemen we thuisvoordeel? Nou ja, want het zou wel eens zo kunnen zijn. In de biologische landbouw gaat men daar ook vanuit dat het niet verstandig is om mest die geproduceerd is in Brabant uit te rijden op een akker in Friesland. En waarom? Omdat er toch weer verschillende biotopen zijn. En hier lijkt eigenlijk voor het eerst in de wilde natuur daarvoor een bewijs gevonden te zijn. Dus ik vond dat heel interessant nieuws. Het lijkt erop dat de intensieve veehouderij in Nederland nog wat kan leren van de nieuwe wildernis in de Oostvaardersplassen. Wie had dat gedacht? Maar waarom besluiten we dan niet, als dat inderdaad zo blijkt te zijn en misschien nog een extra onderzoek komt, waarom gaan we dan niet onze veeteelt op die manier doen? De vraag stellen is haar beantwoorden. U haalt de woorden uit mijn mond. Want daar zou u voor gaan pleiten als Wereld Natuurfonds. Ja, wij pleiten sterk voor een ecologisering van de landbouw. Wij vinden dat de landbouw in Nederland echt is doorgeslagen, dat we veel te veel met nutriënten lopen te slepen en grondstoffen importeren en met mestoverschotten zitten, stikstofdeposities zitten waar we miljarden aan uitgeven per jaar. Terwijl we die kringlopen moeten sluiten op een verstandige manier met minder schade voor natuur en milieu in ons voedsel zouden moeten voorzien. Max. 2 dingen. Met Margreet Rijntjes. Mijn gast van vanavond is de directeur van het Wereld Natuurfonds hier in Nederland, Johan van der Gronden. Hij veegt in deze week de vloer aan, mag ik toch wel zeggen, met het natuurbeleid van ons kabinet. Hij kijkt jaloers naar de Amerikanen, zei hij deze week bij een presentatie. Wat hebben zij wel voor visie? Want u zei, het mist ons aan visie. Wat hebben die Amerikanen wel? Misschien even een paar dingen over de context, want vloer aanvegen en dergelijke. Ik heb een Westhof-lezing gegeven. Eenmaal jaarlijks mag iemand uit de natuurbeweging een dergelijke lezing verzorgen aan de Radboud Universiteit, na de beroemde hoogleraar uit de vorige eeuw. Ik heb een lezing gehouden van 40 minuten... en ik heb geloof ik 30 seconden stilgestaan bij de Nederlandse natuurvisie. Daar heb ik weliswaar wat kritisch over gezegd, maar ik heb ook nog wel iets meer gezegd dan dat. En eigenlijk heb ik van die lezing gebruik gemaakt om een beetje uit te zoomen, een beetje terug te kijken naar de afgelopen 100, 150 jaar aan natuurbeweging Nederland, Europa. En ook naar het ontstaan van de Amerikaanse wildernis en natuurbeweging. En daar viel mij iets op. Want ik heb me eigenlijk al jaren verbaasd en ook een beetje gestoord aan het feit dat in Nederland natuur altijd ergens goed voor moet zijn. Het moet nuttig zijn. Het moet bijdragen aan de economie, of het moet bijdragen aan recreatie of aan veiligheid. Het lijkt bijna niet op zichzelf te mogen bestaan als iets kwetsbaars wat er ook mag zijn, wat je kan koesteren. En tot mijn verrassing vond ik eigenlijk in die bronnen van het ontstaan van de Amerikaanse natuurbeweging, bij dichters als Emerson, maar ook bij Henry David Thoreau, bij John Muir, die hebben eigenlijk het Europese gedachtegoed en onze verlichting geïmporteerd, maar die hebben dat geïnjecteerd in die Amerikaanse natuurbeweging. Die zit bijna in de Amerikaanse grondwet. De Amerikanen hebben bijna recht op wildernis. De Wilderness Act uit 1964 zegt dat ook met zoveel woorden. Dus het gaat mij nog niet eens om de schoonheid van het Amerikaanse landschap. Yellowstone, een stuk prachtig park en andere. Maar als je die wildparken Amerika of de Amerikanen zou ontnemen, dan neem je een hapje uit de Amerikaanse identiteit. Dan kom je aan de Amerikaanse ziel. Maar goed, als we hier in Nederland iets met de Waddenzee doen, of de Oostvaardersplassen, toch ook wel echte natuur, of niet? Zeker, zeker. Dan komen er toch ook een heleboel stemmen, gaan er toch ook een heleboel stemmen op dat dat niet mag? Ja, maar ik heb me toch verbaasd over het gebrek aan collectieve verontwaardiging. Want het is natuurlijk heel gek. Ik kan mijn collega's, het Wereld Natuurfonds werkt in meer dan 90 landen. Ik kan mijn collega's eigenlijk niet uitleggen dat het ambtsgebied natuur in Nederland valt onder de bewindspersoon voor economische zaken. Het directoraat-generaal natuur is opgeheven. De directeur natuur en biodiversiteit rapporteert aan het directeur-generaal voor agro, dus voor landbouw. Dus we hebben het heel diep weggestopt. Ja, dat is veranderd, toch? Dat is veranderd, dat is recentelijk gebeurd. En ook uit deze visie die het Rijk nu heeft laten zien, blijkt voortdurend weer het primaat van de economie. Nou heb ik niks tegen economie. Ik denk dat ondernemerschap ook van belang is. Heeft de natuur vaak uiteindelijk ook baat bij, nou, bij goede economie. Dat kan ook heel vaak samengaan. Maar het kan niet zo zijn dat je alleen maar de economische waarde van natuur laat meespelen. Maar goed, dan kijken we naar Amerika en dan heeft u het over zo'n mooi park. En dan kijk ik naar de landkaart van Nederland. Dan zien we ook dat Amerika nogal wat meer ruimte heeft voor grote parken. Nee, daar heeft u volkomen gelijk. En het gaat mij er ook niet om dat ik suggereer dat we een nationale parkstatus als die in de Verenigde Staten zouden kunnen nastreven. Alhoewel, hier is ook weer wat geks gebeurd. Wij hebben nog wel nationale parken, maar dat zijn nationale parken op papier. Ook het juridisch statuut is eronder vandaan gehaald. Dat was overigens al gebeurd door staatssecretaris Bleker, nog voor Sharon Dijksma. Dus eigenlijk heeft de Rijksoverheid geen instandhoudingsverplichting meer. Daarin kun je het ook niet meer juridisch afdwingen. Plus het feit dat de uitvoering van het natuurbeleid is gedecentraliseerd naar 12 provincies in Nederland. Nou, ook dat kan ik over de grens niet uitleggen. Dan zeg ik, ja, ik kom al uit een piepklein landje. Je kunt bijna niet meten. 150 kilometer breed en 300 noord-zuid. En dan hebben wij ons nationale natuurbeleid gedecentraliseerd aan de provincies. Dan ontstaan er situaties als, nou, laat ik een voorbeeld noemen. In het Reesdal, dat is een grensriviertje tussen Overijssel en Drenthe. Daar wil de provincie Drenthe wel door met het herstel van het Reesdal, maar de provincie Overijssel die vindt dat niet meer nodig. Dat is toch te gek voor woorden. Met andere woorden, ja, en als we dan denken eens aan de Rein. Hè, die van Zwitserland zo naar beneden kabbelt via Duitsland naar uiteindelijk onze zuidwestelijke delta. Dat kun je toch niet aan 3 provincies decentraliseren. Hoe komt het dat dan voor uw gevoel Nederlanders dat minder belangrijk vinden dan de Amerikanen? Nou, ik heb eigenlijk ontdekt, toen ik dus wat dieper dook in die geschiedenis van die Nederlandse natuurbeweging, dat die eigenlijk heel lang al, nou, min of meer apolitiek is geweest. En dat wat we in de 19e eeuw nog beleefden, mensen als Frederik van Ede senior, die liep door dat landschap en dan ervoer die nog een bezield landschap. En voor hem was ook natuurstudie niet moreel neutraal. Natuurstudie verhefte de mens. Je werd er een betere mens van. Je genoot er niet alleen van, werd je een betere mens van. Vindt u dat ook? Nou ja, dat hebben we helemaal doorgeknipt. Dus ik stel alleen maar vast dat kennelijk we dat niet meer hebben. Dus maar vindt u dat? Nou, ik moet wel zeggen dat zonder natuur zou ik heel moeilijk kunnen leven. Want op het moment dat je ook maar enigszins in de knel zit, dan geeft de natuur je toch balans, relativering. Ja. Het zet je een beetje op je plek. Maar goed, we hebben natuur in Nederland. Ik bedoel, het is niet zo dat als je hier in Hilversum de studio uitloopt, ben je in 1 minuut op de hei in Oerbos. Oh, dan liep je al een konijntje op de rotonde. Precies, dus het gaat de goede kant. Ja, maar hier zou ik toch wat meer willen. Dus ik zou wat meer ambitie willen. En u zegt wel, we hebben heel veel, maar we hebben ook heel veel stuk gemaakt. 60% van Nederland, ongeveer 2/3 van het land, heeft een landbouwkundige bestemming. Ja, dus daar telen we voedsel of we doen iets aan melkveehouderij. En daar hebben we een enorme terugloop gezien in de soortenrijkdom. In bloemrijke, kruidenrijke graslanden komen bijna niet meer voor. De krekel is uitgestorven in onze weilanden, komt daar niet meer voor. De veldleeuwerik voor 95% verdwenen. Dat was het meest veel voorkomende zangvogeltje in mijn jeugd. Maar als ik u mag interrumperen, het is zo dat als je het bijvoorbeeld Amerika ziet als Europa, kun je dan niet zeggen Nederland is gewoon stedelijk gebied. En als wij natuur willen, zoals we dat in Amerika ook hebben, dan gaan we naar Frankrijk of we gaan naar Spanje of Italië. Nee. Kortom, Nederland moet niet echte natuur willen, want daar is nou eenmaal geen plek voor. Ja, en dat is nou misschien een beetje het wonderlijke ook van mijn eigen ontdekking de afgelopen jaren. Want ik zie fantastische natuurgebieden. Ik kom natuurlijk op plekken beroepshalve, daar heb ik natuurlijk een beetje geluk mee, die echt geweldig mooi zijn. Nou ja, ik kan af en toe mijn hoofd onder water steken. Want bij de prachtigste koraalriffen, ik zie uitgestrekte regenwouden. Ik kom op hele bijzondere plekken. Ja. En toch ben ik in die loop van de jaren eigenlijk meer gaan houden en gaan geven om de natuur in mijn achtertuin dan minder. En ergens vind ik ook dat wij, kijk, wat ook ons, voor mijn kinderen bijvoorbeeld, geldt toch dat het eerste natuurbegrip, de natuurervaring, die doe je op in je directe omgeving. En wij zijn toch te veel gewend geraakt aan kaalslag. De boerenlandvogels met 70% gedaald de afgelopen 30 jaar. Ik wil gewoon dat mijn kinderen opgroeien in een rijker land dan ik zelf heb aangetroffen. Ja. Met grutto's, met kemphanen, met veldleeuwerikken. En dat kan ook als we ons beleid een klein beetje aanpassen. Dus ik vind niet dat natuurbescherming En herstel moet beginnen over de grens. Ik vind dat we zelf moeten beginnen en dat we dat ook meer moeten koesteren dan we tot nu toe hebben gedaan. Ik wil u graag heel even een aantal dieren laten horen. Gunst u alles door elkaar gemengd. Ik hoor hier grutto's en ik hoor hier oerwoudgeluiden. Ik hoor hier... Ja, we gaan voor de overhoring hoor. Want wat heeft u allemaal gehoord? Nou, ik heb een grutto gehoord in Nederland. Ik heb meen ik een veldleeuwerik gehoord in het begin. Ik heb een uil gehoord. Ja, gaat goed. En die wildernis, wat waren dat voor dieren? Volgens mij hoorde ik nog ergens een leeuw grommen op de achtergrond. Ja, het was een beer. Het was een beer. Wat hebben we nog meer gehad? En een wolf was er ook. Een wolf. Nou, kijk, die wolf staat overigens aan de poorten van Nederland. Ja. Dat is gaat goed, joh, met de natuur in Nederland. Nou, ik denk het wel, want nog heel even en die loopt hier weer rond. Ja. Daar kunnen we echt op wachten. Maar dan is dat toch iets waarvan u misschien moet denken... oh, nou, misschien gaat het toch niet zo slecht? Nee, maar dat is ook het punt. Kijk, we hebben in heel Europa zien we een terugveren van grote zoogdieren. We hebben nog nooit zoveel wolven gehad in Duitsland als de afgelopen jaren. Die zijn dus heel dichtbij. We zien linksen terugkeren. We zien meer beren in Europa dan de afgelopen decennia. We zien meer grote roofvogels, ook zeearend, broedt weer in ons eigen land. Maar Nederland zie je nog niet mee profiteren van dat herstel. En ik zou nou zo graag zien dat wij ook vooruit gaan naar 100 jaar van verlies. Maar niet mee profiteren of niet... Nee, want we zien de staatjes, als je naar de statistiekjes kijkt... dan zie je dat in grote delen van Europa het eigenlijk beter gaat met die natuur. We zien dat in Nederland, op macro-schaal althans, op landelijke schaal nog niet. Wel in bepaalde niches, zou je kunnen zeggen. Ons rivierengebied is ontstellend veel mooier en rijker geworden. Vooral aan flora. Mm-hmm. Maar de wolf is er toch weer bijna? Bijna. Dus misschien duurt het nog eventjes voordat hij zo hoog is gekomen. We moeten er ook wel wat aan doen, dat gaat niet vanzelf. Nee. Want als er nou één ding concreet is wat Dijksma bijvoorbeeld, de staatssecretaris, morgen zou moeten doen als het aan u ligt. Nou, we zijn druk in gesprek samen over een netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee. En zij heeft ook nu de eerste voornemens aangekondigd om de Klaverbank en de Doggersbank tenminste deels te gaan beschermen. En dat lijkt ons buitengewoon verstandig. Eigenlijk ons grootste natuurgebied hebben we heel lang als windgewest gezien. Want we konden er gas winnen. We moesten natuurlijk, dat is nodig voor de scheepvaart en voor de visserij. Maar we hebben het heel lang niet meer gezien als natuurgebied. Dat beeld lijkt nu te kenteren. En dat is ook een belangrijke prioriteit van het Wereld Natuurfonds de komende jaren. En landbouw. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo... die natuur die, is ook, staat onder druk doordat Nederland eten wil maken. Moet ook. Veeteelt, landbouw. Of zegt u wel nee, dat moeten we helemaal niet willen in Nederland? Nee, natuurlijk moeten we dat willen. We moeten alleen af van het idee dat Nederland de wereld moet voeden. Geen export bedoelt u? Nou ja, dat zal voor een deel ook wel kunnen. Maar als ik u nu vertel dat Nederland de grootste exporteur is van land- en tuinbouwproducten na de Verenigde Staten, dan valt u om. Ik bedoel, dit kleine landje, u zei net, zoveel natuur als daar kunnen wij hier niet hebben, maar zoveel landbouw kennelijk wel. Nou, daar moet je een enorme prijs voor betalen. Dus ik denk dat die ecologisering van de landbouw zelf ten goede komt. Want je moet die kringlopen sluiten. Je zult het op een verstandige manier moeten doen. En wat bedoelt u precies met ecologisering van de landbouw? Nou, dat je het op zo'n manier doet dat er minder negatieve effecten ontstaan voor het milieu, voor de grondwaterstand. Biologische landbouw. Nou, je mag het biologisch noemen, maar ik noem het ecologisch verantwoord. Het hoeft van mij niet per se met een biologische certificering. Maar zodanig dat de natuurlijke omgeving er veel minder onder lijdt. En dat er ook meer soorten kunnen gedijen. Dat je minder antibiotica nodig hebt. Dat je minder mestoverschot hebt. En dat je nog steeds met een hoge productiviteit zit zonder dat te overdrijven. Dan hebben we ook weer grutto's en kemphanen en veldleeuwerikken en krekels en bloemrijke graslanden. Er wordt natuurlijk door heel verschillend over gedacht, over deze problematiek. Emeritus hoogleraar Rudy Rabbingen. Die kent u vast wel. Jazeker. Ja, van de Wageningen Universiteit. Hij is gespecialiseerd in landbouw en biodiversiteit. Mm-hmm. Nou, we hebben hem gebeld. Hij is kritisch over biologische landbouw. Omdat het, zoals hij zegt, zoveel ruimte gebruikt. En hij pleit eigenlijk voor heel intensief gebruik van landbouwgrond, maar dan wel een heel klein beetje, een klein stukje grond, waardoor je uiteindelijk meer ruimte overhoudt voor de natuur. Kijk, op het moment dat de biologische landbouw zo dominant zou zijn, zou dat slecht zijn voor het milieu en ook slecht voor de biodiversiteit. Op het moment dat het als een soort niche wordt gezien, omdat een klein deel van de bevolking dat graag wil, Nou, dan is dat een luxe die we ons kunnen permitteren. Zoals wij ook een aantal andere dingen zouden kunnen typeren als luxe. Aardbeien eten in de winter bijvoorbeeld. Er zijn er, vooral bij de biologische landbouw, die zeggen wij willen zonder meer geen kunstmestgebruik. Zonder meer geen gewasbeschermingsmiddelen. En we zijn ook tegenstander van de inzet van de zogenaamde genetische modificatie. En dat heeft dus tot gevolg dat je dus altijd laagproductieve systemen blijft houden. Waardoor je dus veel meer grond nodig hebt, maar ook veel meer hulpmiddelen. Omdat de effectiviteit van de hulpmiddelen op die wat lage productieniveaus doorgaans lager is. Zeker op de goede gronden. Daar ben ik niet tegen. Maar ik ga dan niet zeggen dat dat meteen een antwoord is op de grote problemen van deze wereld. Die te kampen heeft met voedselzekerheid. En ook het tegemoetkomen aan een hoogwaardig dieet. Ja, hij zegt dus biologische landbouw, daar gaan we het niet meer redden met z'n allen. Geheel in de sfeer van uw programma twee dingen. Er zijn meer mensen die sterven aan de gevolgen van obesitas, overgewicht, dan aan ondergewicht. Dus dat moeten we ook goed in de gaten houden. Met andere woorden, we produceren heel veel, maar het wordt heel slecht gedistribueerd. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp, toch? Nee, maar het heeft niks te maken dus met de productiviteit van de landbouw. Dat heeft te maken met de distributie van voedsel. Waar produceer je het en wie heeft er toegang toe? Dat is het eerste. En het tweede is, Rabbingen vertegenwoordigt eigenlijk een ouderwetse school. Een veel jongere collega, Argentijnse hoogleraar, ook in Wageningen, zegt, luister, dat hele verhaaltje van de advocaten van de intensieve landbouw, dat het gat in opbrengsten tussen de intensieve landbouw en de ecologisch verantwoorde landbouw 80% of meer zou zijn, is een fabeltje. Dat opbrengstverschil is misschien iets van 20% op dit moment. Terwijl we dat mogelijkerwijs met verder onderzoek nog verder kunnen dichten. Maar goed, daar zegt de een dit over en de ander weer dat over. Nee, dat maar die moderne inzichten zijn inmiddels zover dat de lobby die altijd heeft geclaimd dat dat intensieve gebruik op dat hele kleine stukje grond alleen hoogproductief zou kunnen zijn, dat is eigenlijk flauwekul. Je kunt hoogproductieve landbouwbedrijven op een ecologisch veel verantwoordere manier, en dat is waar het Wereld Natuurfonds voor pleit. Maar goed, dan nog neemt het wel meer ruimte in, toch? Dan die intensieve. Het zal iets meer ruimte innemen, maar nogmaals, wij hoeven niet de Chinese stedelijke bevolking van kaas te voorzien. Dat zou buitengewoon onverstandig zijn, want dan is het Friese platteland straks gewoon levenloos. Dan hebben we letterlijk een stille lente en dan fluit daar niets meer. Dan staan er alleen nog maar kaasfabrieken. En laten de Chinezen dat het maar meer lokaal produceren waar nodig. Laten we onze techniek en technologie vooral exporteren. Maar af van het idee dat Nederland de wereld voedt. Als wij in Nederland de voedselproductie zouden verdubbelen, dan gaan we van een bijdrage van 2,5 naar 5 procent van de totale voedselvoorziening. Maar goed, ik kan me voorstellen, meneer Rabbingen zit nu te luisteren en die staat naar die radio te schreeuwen. Bent u helemaal, wat een onzin, dit is niet waar wat u zegt. Nou, het aardige is dat dat debat maar in de academische praktijk moet plaatsvinden en dat het debat ook vooral binnen de Universiteit van Wageningen zal plaatsvinden, omdat Paolo Titonel de vakgroep Farming Systems Ecology leidt. Meneer Rabbing inmiddels met die meditaties. Een nieuwe generatie neemt het over, ook met nieuwe inzichten. En ik ben nieuwsgierig naar de effecten van de nieuwe bestuursvoorzitter in Wageningen, mevrouw Louise Fresco. Hoe zij ook deze universiteit een nieuwe koers in zal laten slaan. Wat is uw favoriete stukje Nederlandse natuur? Nou, ik ben dol op het Wad en de Waddenzee en de eilanden en het licht en het helmgras en de 2x eb en vloed, de dynamiek, de zandbanken. Fantastisch. Stel dat er een politieke carrière in het verschiet ligt. Zou u dat willen? Dat u staat nu aan de zijlijn. Zou u het willen bepalen in ons land? Ik voel me buitengewoon thuis op de plek waar ik zit. Ik vind, in het Engels klinkt het iets mooier, civil society. In Nederland heet dat een maatschappelijke organisatie. Maar ik vind het een hele plezierige plek om te zitten. En een politieke carrière wordt moeilijk voor iemand die partij ongebonden is, zoals ik. Ik ben een zwevende kiezer. Ik moet iedere keer weer verschrikkelijk hard nadenken op wie ik nou zal stemmen. Waar heeft u op gestemd? Nou, ik heb mijn stem in de Europese verkiezingen groen uitgebracht, zonder nou specifiek te zijn. En ik let altijd op een relatief groen programma. Maar ik heb dit keer ook een kieswijzer ingevuld, niet op basis van de programma's, maar op basis van het stemgedrag van de parlementariërs. Ik kon kiezen uit 10 van die kieswijzers. En er was er eentje bij in het Engels. En die kon ik eindelijk eens mijn voorkeuren vergelijken met het daadwerkelijke stemgedrag van een parlementariër. En dan kom je toch anders uit dan je zelf had gedacht. Want? Nou ja, als ik het programmatisch had gedaan, was ik vermoedelijk net anders uitgekomen dan ik nu de facto gestemd heb. Maar ik stem altijd zo groen mogelijk. Ja, maar was u groener uitgekomen of minder groen? Nee, ik was iets minder groen uitgekomen als ik de verhaaltjes had geloofd die in de verkiezingsprogramma's stonden. Ja, ja. Goed, we zullen zien of het kabinet alsnog met een visie in uw ogen komt. Hartelijk dank in elk geval voor uw komst. Tot genoegen. Directeur van het Wereld Natuurfonds hier in Nederland, Johan van der Gronden. Dit was Twee Dingen van Max. Informatie op onze site tweedingen.nl. Maandag zijn we er weer met Yvonne Kuls. Zij is dan onze gast. Straks na het nieuws opiniemakers van WNL met Martijn de Geef. Een fijne avond nog, een goed weekend en heel graag tot maandag. Dag. Twee Dingen. Een programma van Max. Waarover zal ik zingen? Over regenjassen, over het loven van geboomte, of zal ik van de liefde zingen? Waarover zal ik zingen? Dichter en schrijver Jan Hanlo, omstreden vanwege zijn pedofiele interesses. 44 jaar na zijn dood krijgt hij alsnog een monument in zijn voormalige woonplaats Valkenburg. Zoals bepaalde dingen uit zijn leven zijn beschreven. En dan denk ik, ja, wat een vreemde kerel. Toen ik las dat Hanlo een soort onvolgroeide puber was gebleven, dacht ik, dit wil ik gewoon niet lezen. Zijn biograaf, de beeldhouwer en een toevallige voorbijganger schetsen een portret van de godvader van het ultrakorte verhaal. In de documentaire Het Beeld van Jan Hanlo. Zondag vanaf 9 uur in Radiodoc. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw bedrijfsdata zijn tegenwoordig overal. Niet alleen in uw eigen serverruimte. Maar ook op een telefoon in het restaurant. Op een tablet in een trein. Of op een laptop bij de klant. Logisch, want data worden gedeeld. Daarom bewaren steeds meer ondernemers hun gegevens op een plek waar alleen mensen bij kunnen die erbij mogen. Weet u wie er bij uw data kan? Bewaar uw zaken veilig in Nederland, in de cloud van KPN. Kijk op kpn.com/zakelijk. De Citroën C1-collection gaat uit productie en is nu te koop voor slechts 11.520... Wacht even, het moet 10.500 zijn. Voor slechts 10.500 euro heeft u deze 5-deurs met airco, streaming audio, elektrische... 9,5. Wat zeg je? Nee, 9,5. 9,5. 9.250... Sorry, 8.990. Kijk voor de final Citroën C1-deal maar op citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Dit is Radio 1. 9 uur, die ook het Eertstra met het NOS-journaal. Rusland is een groot deel van zijn troepen terug aan het trekken uit het grensgebied met Oekraïne. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt. Zo'n 2/3 van alle militairen gaat terug naar zijn basis. Moskou beloofde al eerder dat dat zou gebeuren, maar tot nu toe bleven de troepen steeds op hun plek. Rusland had naar schatting zo'n 40.000 militairen in het grensgebied gestationeerd. En in Berlijn bespraken Oekraïne en Rusland vandaag hun conflict over de gasleveranties. Dat deden ze